hier zitten we dan specifiek in onze cube, in onze VR cube. En eigenlijk zijn we dankzij Living Tomorrow en Tomorrow Lab daartoe gekomen. We zien dat die nieuwe technologie zeker bij de jongeren heel veel aanslaagt. Denk aan gamen, gamification, virtual reality, al die zaken. Dat triggert hele jonge kinderen, jongelingen to court, studenten. Hoe gaan mensen in de toekomst sporten? Hoe gaat de sportinfrastructuur er in de toekomst uitzien? Hoe moet onze sportsector zich wapenen voor die toekomst? Hoe moeten wij ons positioneren in dat landschap van de toekomst? We willen ervoor zorgen dat onze sportinfrastructuur in de toekomst de uitdagingen van morgen kan aangaan. En dat we die nieuwe technologieën daarin integreren, zodanig dat mensen op een hele leuke manier kunnen sporten, op een veilige manier en een kwaliteitsvolle manier kunnen sporten. En daar denk ik dat nieuwe technologie voor ons heel belangrijk is. We denken aan smart cities. Hè? Ook daar werken we samen met Living Tomorrow. En met een aantal partners om ja, by design al direct te weten waar we onze sportinfrastructuur gaan plaatsen. Dus wij hopen dat 2040 een jaar wordt waarin digitale technologie ervoor gaat zorgen dat misschien toch nog meer mensen gaan sporten. Dat we dat sedentair gedrag nog meer tegengaan als voorheen.